Naast mij staat een voor mij onbekend persoon. Vertel je naam eens. Ja, ik heet Sander. Sander hoe? Ja, Sander Groet. Nee, kan niet, want Sander Groet had een staart. Waar is je staart? Ja, nou ja, na 8 jaar lang haar moest het er eindelijk een keer van gekomen en het eraf geknipt. Ja, maar waarvoor dan niet gelijk kaal? Ja, dat was ook eigenlijk de bedoeling. Maar ja, ik heb veel te maken met burgemeesters, met dat soort mensen. En ja, helaas, in deze tijd schrikken nog steeds van een kale kop. Dus ik heb namelijk een beetje hockeykapsel. Ja, maar terwijl burgemeesters zelf ook hartstikke kaal zijn. Alleen hebben we zo'n brokkie tapijt erop geplakt. Maar ja, we gaan even lekker een stukje rondlopen. Als ik nu al zo kijk, dan wordt het wel een beetje een vieze, vette, matic, kikkende, flippende, space locatie als ik het zo bekijk. Nou ja, hier komt dus de hoofdingang en mensen komen dus hier binnen. En rond dit veld en al die bossen daarachter, daar gaat het allemaal gebeuren. En daarachter, heel in de verte, ongeveer op 200 meter, ligt het strand. En dan gaan we straks ook even kijken. Ja, ik heb er nu gewoon al zin in. Ik heb nu al zin in Mysteryland. Het wordt een legendarisch feest, dat kan je nu van mij al aannemen. Tunnel of Terror is er, dan gaan we allemaal even kijken. En loop maar even mee. Nou, dat zijn de Trip Up Hills. Dan is daar de EHBO. En dan zijn we hier beland bij de Bungee Jump. Of nee, het is eigenlijk iets anders, hè Sander? Ja, het is de Rocket dus, net als in Eindhoven. Die komt ongeveer hier te staan. Dan word je zo weggeschoten en dan maak je een vrije val boven het strand. Dus Jacara, boven het water, als je geluk hebt, kun je net het water aanraken. Dus zo. Oeh, dat is wel, ja, dat is wel spectaculair inderdaad. Nou ja, mocht je even geen zin hebben om te springen, kun je altijd nog even... Hey, vraag je, hoe heb jij er weer in godsnaam mogelijk gekregen om zo'n locatie voor elkaar te krijgen? Ik begrijp dat echt niet. Ik zie me al bij zo'n burgemeester komen. Ja, ik ben Cookie van ID&T en ik wil eigenlijk wel even jouw grondje even vernachelen. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou, misschien wel door mijn kapsel, dat ik nou een van de studentenkapsel heb. Nee, ja, we hebben het best wel goed voorbereid. We hebben een draaiboek en zo. En we hebben heel veel gesprekken gehad. En op een gegeven moment bleven er 3 locaties over in Nederland. Lelystad, Enschede en dit. En ja, we hebben hiervoor gekozen, want dit is ver weg het mooiste. Plus redelijk centraal gelegen in Nederland. En de ondergrond is heel erg verhard. Dus als zelfs al zou het regenen hier, dan krijg je geen plassen. Dus het feest kan ten alle tijden doorgaan. Geen maasvlaktepraktijken dat je enkels aan het breken was. Ja, het maasvlakte is natuurlijk gewoon zand, opgespoten zand met een laagje gras eroverheen. Op zich is het wel heel tof daar, omdat het lekker afgelegen is. Vlak bij Rotterdam, vlak bij de helemaal buiten Nederland eigenlijk. Geen geluidsoverlast. Maar ja, dat heb je hier ook niet, want kijk maar om je heen. Je ziet geen woningen hier. Nee, dus, inderdaad. Het volume kan volop. Oh, dus dat wordt even lekker blazen hier. Oh. Nou, dan kunnen we wel een windkrachtje 10 op het water verwachten als daar de Thunderdome is. Nou, gaan we nu even naar de volgende locatie wandelen. Het is net golf gewoon. Het is echt net golf gewoon. We lopen van de ene hal naar de andere hal. Zo, als het dit soort weer wordt, dan wordt het gewoon perfect hoor, hè? Ah, daar gaan we voor, toch? Ik hoorde trouwens, de Fliptix trouwens zelf ook wel een beetje van. Rijf's Paradise was gecanceld in Goes. Hoezo dat dan? Ja, op zich zijn we daar een beetje in de maling genomen. We hadden een contract met die hal, dat we tot 6 uur mochten. En de hal had op zijn beurt weer geen vergunning tot 6 uur. Die meneer van die hal die was al de hele tijd met ons bezig, dat we heel graag een keer wilden dat we daar een feest gaven. En we hadden geen interesse, want het mocht maar tot 2 uur. Plotseling mocht het tot 6 uur en dat hebben we toen niet nagecheckt. En sorry voor iedereen die een kaartje had gekocht, maar... Het was niet echt onze fout. Nee, ja, om 2 uur dan begint iedereen net een beetje warm te lopen. Hè? Ja, een feest tot 2 uur heeft geen zin. Ik bedoel, dat is geen feest. En daar heb ik ook geen zin. We mochten dus doorgaan tot 2 uur, maar voor ons heeft dat geen zin. Dat vinden wij niet leuk. En de mensen betalen 45 gulden en dan mogen ze minimaal tot 6 uur verwachten. Dus 6 uur is al minimaal. Maar een feest om 2 uur, dat er om 2 uur afgelopen is, dat is geen echt feest. Nee, inderdaad. Nou, zullen we even een stukje verder lopen? Ik hoorde trouwens dat Antwerpen verplaatst is. Van datum? Ja, we hebben de hal had een dubbele boeking op die datum, op 4 oktober. Dus hij wordt nu 2 weken later. Dat is de enige datum die ze nog vrij hadden. Dus het wordt 18 oktober nu gehouden. Oh ja. Ja, dat, gewoon kaartjes die gekocht waren, die zijn gewoon weer te gebruiken? Ja, we hebben ongeveer 3000 kaarten nu bij de postkantoren verkocht. Gewone voorverkoop is nog niet gestart, dus bij de gewone platenwinkels. Maar de mensen die daar een kaartje hebben gekocht, kunnen gewoon dat kaartje gebruiken voor 18 oktober. En hoeven hem dus niet om te ruilen of in te wisselen voor een nieuw kaartje. Dus mensen die een kaartje hebben gekocht voor 4 oktober Thunderdome, die kunnen gewoon 18 oktober ermee naar het Sportpaleis. Nou, dat is toch alleen maar voor het gemak. Zijn we hier aangekomen bij de... Ja, de Trip Up Hills. De bedoeling is dat daar een tentje komt daarboven.
En hier op het veld, kan je dan, komt het een soort terras en allemaal zoeklichten. En dan kan je zo een beetje bijkomen van alle geweld wat je achter je en links van je hebt. Ja, gewoon even lekker chillen. Als je even geen zin hebt in dat gestamp of wat dan ook. Je trekt het allemaal even niet. Kan je even relaxeren in de trip op Hills ook. Oké, zijn we nu beland in het Abient Forest. En net als de Tunnel of Terror was dat ook aanwezig in Lelystad. Jij hebt daar mij iets heel leuks over verteld. Wat gebeurde er in Lelystad? Ja, wat gebeurde er? Met de schoonmaak kwamen we tot de ontdekking dat er ongeveer 400 apparaten in het bos lagen. Die daarvoor niet in het bos waren. Wat voor apparaten? Ja, use or die, dat soort dingetjes. Oh, ja. Kijk, de gabberpopulatie moet zich inderdaad verdubbelen. Dus hier moet ook flink gegabberd worden. Mag hier best wel ranzig aan toegaan. Als je begrijpt wat Agent 909 zou zeggen. Oké, we gaan nu even op de andere locatie kijken. Ga je mee? Nou, dan lopen we rustig vanaf Abient Forest naar een andere locatie. Ik heb een vermoeden, maar ik weet het niet zeker. Maar wat gaat hier komen? Ja, het ziet eruit als een tunnel. Hier komt dus de Tunnel of Terror. Met aan die zijde blijft gewoon open. Dan kun je dus gewoon tussen de bossen. En ongeveer tot die verste bosjes daar komt die tunnel. Dus ongeveer 100 meter lang. Ja, en hier gaat het dan gebeuren, hè, voor de echte diehards. Oké, dan. Ja, hier verheug ik me al maanden, weken en dagen op gewoon. Ik ben laatst eraan in Schotland geweest. Heb ik Manu Lumalien gesproken. Ja, en die verheugt zich ook op de Tunnel of Terror. Ik heb een beetje verteld van de legende van de Tunnel of Terror. Ja, en hij zijn Franse vrienden. Die gaan hier gewoon zwaar rachen en rossen gewoon. Komt er veel licht in de Tunnel of Terror? Wordt het een lange, duistere, donkere hal? Nee, de bedoeling is alleen maar stroboscoop, rook. En een donkere tunnel van ongeveer 5 meter breed, 100 meter lang. Hier gaan we wel allemaal licht in hangen, in die bossen hier. Dat is dus aan de voorzijde van de tunnel. En dan kan je dus gewoon met allemaal verschillende kleuren spots, kunnen we die bomen heel mooi uitlichten. Ja, en hier kan je gewoon de hele nacht lekker op het gras liggen. En daar aan die rand, bij die bossage, daar komt de markt. Dus daar kan je gewoon allemaal stalletjes en dat loopt zo helemaal door tot het eind daar. Dus het wordt echt een hele lange markt. Dus maar ja, hier is de plek voor de diehards, hè. Nou, misschien nu even een klein beetje de gelegenheid. Dresscode doen we ook nooit aan, is ook helemaal niet nodig. Maar toch wil ik vragen of de echte terrorgasten lekker duister kleden, vuil, schedels en dergelijke. Lekker donker, neem je duistere attitude mee. Gaan de hele nacht alleen maar rossen daar. Oké, lopen we even naar het volgende stukje. Oké, vanuit het terrorbos gaan we nu naar de reguliere hardcore Thunderdome. Hier komt de Thunderdome tent, hè, San? Ja, nou, de bedoeling is dat hier een enorme tent komt. Zo over het helemaal van het gedeelte heen tot en met het huisje. Het podium komt aan deze zijde, met heel veel horeca aan de zijkanten. En de zijkant van de Thunderdome tent wordt aan die kant helemaal open, zodat je zo de doorkijk krijgt naar het strand. En in het water daar dan komt een hele grote fontein, wat belicht wordt door de lasers. Wat echt heel spectaculair is, want dat heb ik ooit een keer in Italië gezien. Ja, en nu hebben we de mogelijkheid om dat in Nederland neer te zetten. Nou, dat is mooi verzorgd in ieder geval. Niet even zomaar een beetje, ja, het kaartje is iets duurder, maar je krijgt er ook wel heel wat meer voor, heb ik het idee. Nou ja, op zich een buitenfeest is sowieso heel veel duurder. Alleen al aan hekwerk. We hebben 5 kilometer hekwerk nodig hier om het een beetje af te zetten. Heel veel tenten, een stuk of 15, 16 tenten. Ja, normaal is je een half uur is alles er al en hier is helemaal niks. Er is geen stroom, er is geen water. Maar ja, aan de andere kant, er kunnen wel weer veel meer mensen komen. En het kaartje is iets duurder, dus het is goed te doen voor ons. Ja, je krijgt gewoon meer waar voor het geld. Ik heb mij is opgevallen, alleen maar grote naam in het Thunderdome tent, hè? Ja, een beetje standaardnaam in principe. In het verleden zijn we met die mensen begonnen. En daar willen we eigenlijk ook mee doorgaan. Wel een paar nieuwe namen, zoals Live Optreden van de Horrorist, Wap Squad en Rijnmond Terrorists. En ja, dat, vooral die laatste uit Rotterdam en het Wap Squad natuurlijk. Dat zijn toch wel grote namen, denk ik, in de toekomst. Ja, Wap Squad, dat is het project van Ramsey, zoals sommige mensen zullen weten. Rijnmond Terrorist, weet ik eigenlijk nog niet zo heel erg veel van. Weet je wat meer? Ja, het is een groep jongens uit Vlaardingen en het Westland die een aantal producers erachter hebben staan en een aantal mensen die optreden onder die naam. En ja, ik heb de muziek gehoord, het is hard, maar wel heel goed. Dus het belooft wel wat. Oké, dan, dus hier in de Thunderdome tent, knetterende hardcore. Oké, we staan hier op het hele grote Mysterylandplein. Sander gaat vertellen wat hier allemaal te doen is. Ik ga gewoon even kijken wat de hakbaarheid van de grond is. Sander kan natuurlijk wel zeggen van, ja, nee, dat is allemaal goed, maar dan moet ik natuurlijk met mijn eigen voetjes even meemaken.
Ik heb geen muziek, dus zal wel redelijk debiel uitzien. Maar ja, poep, Sander gaat gewoon even vertellen wat hier te doen is. Ja, hier sta ik dus op het midden van het terrein. Hier komen allemaal terrassen omheen en een aantal kermisattracties en een markt. Alle bomen worden uitgelicht met verschillende kleurenspots, dus dat ziet er op zich wel geinig uit. Dan hebben we daar de hoofdingang, daar een beetje zo schuin achter Richard. Daarachter komt de Paradise Tent van DJ Per. Dan komen we daar bij de Ambient Forest, waar Henny, V en LKK onder andere staan. Daarnaast komt de Engelse tent te staan. Daar in de verte zie je zo de Tunnel of Terror met het Terrorbos. Daarachter die bomen ligt het strand en de Thunderdome area. Krijgen we hiervoor nog de Duitse tent, dat is de Brain Ticket tent. Gaan we nog verder naar rechts, dan komen we bij de House of Love. Dat is, die hele grote tent komt hier zo te staan, daarachter die bomen. Krijgen we hier de Belgische tent, Atomium. Daarnaast komt Technoasis. En dan daar in die hoek, over die hele breedte, komt de VIP tent. Er zijn heel veel VIP kaarten verkocht op dit moment. En dan krijg je hier nog een hele grote merchandise annex garderobe tent. En dan komen we weer uit bij Drox. En hoe is de hakbaarheid van de grond? Maximaal. Geen benen gebroken en kan hier gewoon lekker hakken hoor. Perfectos.